Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog van Nice Family. Ik ben de vlogs aan het editen en ik zie dat er een mix-up van camera's is geweest. En dat de voorlaatste dag van Ibiza, Celine en Nick onze vlog hebben geopend. Dus veronderstel ik dat wij met hun camera hebben gevlogd een stuk. Ik weet dat ook niet. Maar alleszins, ik dacht, ik ga het erin laten. Dat is wel grappig. Maar dus, welkom bij deze vlog. We zijn ondertussen terug thuis, maar veel kijkplezier. Sterre is very excited. Allee, hoor. Sterre toch. Zoveel energie, s'morgens. Ja. Oh. Ik hoop dat jullie mij horen. We zijn nu weer aan Cala Gracioneta, omdat we wouden naar Cala Salada gaan, waar we gisteravond waren voor de zonsondergang. Maar dat was volzet, de parking, dus we konden daar niet meer op. En toen dachten we, dan gaan we maar naar Cala Gracioneta. Dat vinden we toch leuk. En dan wisten we dat hier wel plaats zou zijn. Maar het ligt hier echt vol. Maar het is natuurlijk ook wel zondag, dus daarom ook wel. En we hebben drankjes besteld daar. En die zijn we dan hier aan het drinken. Maar de mannen zijn de zee in gegaan. Ik zie ze niet direct, maar als ik ze zelfs zie, zal ik eens filmen. Daar zijn ze. Nick valt net. Daar zijn ze. Typisch Nick. We zijn ondertussen aangekomen in Gatsara, een stadje in Ibiza. 2 jaar geleden hebben we hier... Ah nee, dat noemt niet Gatsara, dat noemt Santa Gertrudis. En 2 jaar geleden hebben we hier op hotel gezeten en dat hotel noemde Gatsara. Ik heb mijn golf trouwens laten vallen. Oeps. En we gaan hier een beetje zo in de winkeltjes rondkijken. Hier is zo'n mooi winkeltje en dan gaan we zelfs eten. Goed. Oké, we hebben een restaurantje gevonden. Het noemt B Plus Café of zoiets, denk ik. Het ziet er kei gezellig uit. Wat dan? Ben je 18 plus? Ah, oké. Okay. Nee, nog niet. Nee? Nee. Het ziet er echt wel cozy uit. Echt zo weer een typisch Ibiza cafeetje of restaurantje. En ze hebben heel veel pasta's, dus yummy. 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 En ik heb ook een vriend hier. Dat is Azara, mijn kat die ooit is gaan lopen in België. En die is nu hier. Die lijkt er echt super hard op. Misschien is hij op het vliegtuig gespannen. Ja. Azara. Azara. Misschien op het kanaal. Wie weet. In zo de container. Dat kan, hè. Ja. Ze hebben die hier gevonden, die kat. En die is nu de huiskat eigenlijk. Ah, dat is nu de huiskat. Hey. Hey. Ja, die blijft echt zo liggen. Ik vind dat, ik heb wel heel veel mijn vingers aan het bijten. Nu kan ik niet meer bijten. Voor mij de egg spaghetti with... No, with caramel. Sure. Is het more size or regular? Regular. So, yeah, because this menu is designed to let you try design chain on it. Oh, those tacos if you have a regular taste of the size of pasta. Oh. Ik ga doen. We hebben 2 restaurants. Ga die tagliatelle en de gnocchi nemen. Eten is er. Ik heb een risotto van courgette met vis. En gnocchi met aubergine. Sam heeft chicken breast met gegrilde groentjes. En Nick en Celine hebben ook een pasta. Pasta carbonara en gewoon tagliatelle. Tagliatelle ragù. Ja. Ondertussen zijn we weer bij Putumayo.
We gaan hier voor de laatste avond nog iets drinken. Kijk, gezellig. Ik heb een mojito besteld. Jij een? Gin tonic. Gin tonic. En ik denk daarna dat we naar huis gaan. Het is al 9:30, dus ik denk dat we niet zo lang gaan blijven. We moeten morgen vroeg op, hè? Ja, en we moeten onze koffers nog maken, dus ja. You wanna spend your time in a better place. What you really want, I know you cry, I know you try, I know you feel, I know you love. Dat is daar, drankje van die pizza. Ah, nooit van daar. Daar is goed voor, hè? Heel benieuwd. Oké, we zijn terug in de B&B. En we gaan slapen, onze laatste nacht, want morgen vroeg vertrekken we. Ready to go home. Ja, onze koffers zijn gemaakt. Spijtig. Ik wil nog wel blijven, maar ik ben ook wel blij om de katjes terug te zien. Ja, dus dat is ook wel goed. En ik ben eigenlijk maar 3 dagen thuis, zelfs maar 2 hele dagen en 1 halve. Mm-hmm. En dan vertrek ik naar Parijs, dan kom ik terug en dan vertrekken we 4 dagen later naar Amerika. Dus het wordt even heftig, maar ik kijk er wel naar uit. Hopelijk vonden jullie het leuk en vonden jullie de Ibiza vlogs leuk. Dus zeker thumbs up. En ik zal ook nog dag zeggen tegen deze 2 peoples hier. Ciao! Ik zie zo goed eruit. Dag! Celine is daar aan het insmeren met muggenzalm. Ja. Ciao, Keza. Ciao, Keza. Ciao. Tot morgen!